We bevinden ons hier bij het station in Schaarsberg. Het station, moet ik zeggen. Want als mensen zich realiseren wat Schaarsberg, maar hetzelfde geldt voor Nieuwenhagen, Wouwbach, Rimburg, wat die geweest zijn voordat er een spoorlijn kwam. En die spoorlijn, 125 jaar geleden, die maakte een einde aan een soort middeleeuwse doornroosjeslaap. Want van tevoren had je hier wat boeren, je had wat fruittelers. Mensen kwamen wel eens 1 of 2 keer per jaar op de markt in Aken om dat wat te verkopen. Maar de wereld hield eigenlijk aan de rand van het dorp op. Maar eind 19e eeuw werden grote hoeveelheden steenkool vermoed onder de bodem hier. En die steenkool die was van wezenlijk belang voor de industrialisatie, voor de spoorlijnen, voor stoomschepen, voor de verwarming van huizen, eigenlijk voor alles. En die moest grootschalig aangepakt worden. En dat hadden de gebroeders Honigman, die hebben daar een grote rol bij gespeeld, die hebben dat doorgehad. Maar ja, je kunt die steenkool, die kun je heel moeilijk met je kruiwagentje naar de wereldmarkt gaan verschepen. Dus pas vanaf het moment dat hier de eerste spoorlijn tot stand kwam, werd Schaarsberg en omstreken verbonden met de wereldeconomie. En ja, dat is het werk van een aantal briljante geesten die hier veel werk verricht hebben. De vraag is even, hoe moet je hem uitspreken? Is het Saholia van de Saholiastraat in Heerlen of is het Saholea? Ja, mij boeit dat eigenlijk heel weinig. Allebei de uitspraken worden gedoogd. Maar meneer Saholea, die kwam uit Maastricht, die is het vak van spoorwegbouwer en mijnbouwdeskundige gaan leren in toenmalig Nederlands-Indië. Er waren ook grote hoeveelheden steenkool. En hoe kreeg je die steenkool niet alleen bovengronds, maar hoe kreeg je hem daarna aan de kust om hem via schepen naar de wereldmarkt te brengen? En daar heb je spoorlijnen voor nodig. En ook spoorlijnen in vaak moeilijk begaanbaar terrein. Ja, Limburg is ook heuvelachtig. En Saholea, toen hij terugkwam in Nederlands-Indië, had hij het vak van spoorwegbouwer in de vingers. En dat is dan dé drijvende kracht geweest van de spoorlijn die in Sittard begon, via Heerlen, Schaarsberg doorgetrokken werd naar Herzogenrath, Aken. En dat is het begin van dé moderne tijd. Het station betekende het begin van dé moderne wereld, ook voor Schaarsberg.